Hier zit ik bij Bert den Boer. Je hebt het boek geschreven, Echt Contact. Hoe zorg je ervoor dat het klikt, is de ondertiteling. Waar gaat het boek over, vraag ik me af. Het boek gaat over hoe je op een goede manier met elkaar in gesprek kunt gaan. Zodat je enige diepgang krijgt in een gesprek. Aansluit bij degene met wie je in gesprek bent. En dit boek biedt tal van handvatten om zo'n goed gesprek te voeren waarbij je het idee hebt, dit klikt. Is dit boek voor het bedrijfsleven bedoeld of voor de gehele mensheid, zou ik maar zeggen? Nou, ik werk vaak voor het bedrijfsleven, voor leidinggevende managers. En dit is eigenlijk een toegankelijk boek bedoeld voor mensen op het schooplijn, langs de lijn, in de kroeg, in bed. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en waar je eigenlijk zo in gesprek bent dat je de ander misschien wel verder wil helpen in daar waar die mee zit of tegenaan loopt. Ja, dus het is geen management coachingsboek? Nou, ik definieer coachen iets breder in de zin van als een ouder coacht een kind. In een team coach je elkaar. Partners die met elkaar in gesprek zijn over wat verwachten we van elkaar, hebben in wezen ook een soort coachingsgesprek. Heb je het een beetje gehad met dat woord coaching? Want je hoort het zo vaak. Nou, ik definieer het breder dan alleen maar professioneel coachen. Ik geloof dat we allemaal op zijn tijd anderen verder helpen. En dat noem ik dan coachen. Ja. Ik heb er doorheen zitten bladeren. Wat ik heel grappig vond is, ik ontdekte columns in je boek. Naast je gewone tekst. Ja. Meestal schrijft iemand anders columns. Maar het grappige is, dit heb je zelf geschreven. Ja. Je kijkt als het ware over je eigen schouder heen, is dat zo? Ja, ik heb bij elk hoofdstuk een toepasselijke column geschreven. Om een klein voorbeeld te geven, de eerste zinnen van langzaam luisteren. Ik praat niet te veel. Jij luistert te langzaam, hoor ik de vrouw zeggen tegen haar man. Ze komen al pratend uit een lunchroom. Hij knikt gelaten, waaruit ik opmaak dat dit geen nieuwe informatie voor hem is. En tevens dat ze bij elkaar horen. Dus zie ik de column die bij hoofdstuk 1 van contact naar contract past. Dus heb ik bij elk hoofdstuk iets gezocht. Want waar gaat dat eerste hoofdstuk zo'n beetje over? Nou, zonder contact kom je niet tot afspraken. Dus contact heb je nodig. En er zit een soort lijn in het boek waarbij ik zeg van nou oké, hoe creëer je gelijkwaardigheid? Hoe geef je op een goede manier feedback? Hoe stel je goede vragen? Hoe zorg je dat mensen doelen bereiken? Ja. In sommige levensfases maak je transities door. Wat wordt er dan van jou gevraagd als jij met iemand in gesprek bent? En dat is dus de lijn van het boek van voor naar achteren. Ja. Nou, lijkt me spannend. Bert, ik wens je hartstikke veel succes met jouw boek. Laten we nog even zien. Echt contact. Hoe zorg je ervoor dat het klikt van Bert den Boer? Dankjewel. Oké, graag gedaan.